in Gaven. Het is nog vroeg hier. Maar helaas komen er alleen maar militairen vandaag doorheen. Dat zijn er ongeveer 6.500. Ze missen de 50 kilometer lopers en dat zijn er 10.000. Maar ondanks dat zit de sfeer er hier nu al zo vroeg heel goed in. En we gaan op zoek naar publiek, muziek en misschien ook nog de militairen. Good morning. Ja, goedemorgen. So early. In de Gaven en already een biertje. Ja, ja, we had een good time, so we had to take some rest before, so we don't get too early into the town. Yeah, yeah. Yeah. And it's the last day, so you deserve the speeltje. Ja, we think so. De burgemeester staat in Kuik. Ja, dat klopt. Die heeft daar het hele grote ontvangst. Dat klopt. En hier is het maar een plukje vandaag, hè? Nou, het is natuurlijk nu alle negatieve dingen komen op een hoop, want het is voor een groot deel afgelast. Maar hier wordt de activiteit georganiseerd door de ondernemersvereniging. En het is hartstikke jammer dat al die energie nu eigenlijk maar voor een paar mensen effectief is. Ja, ja. Want u verwacht, de militairen komen alleen maar door, er zijn er toch wel 6.500. Zoiets ongeveer, ja. Maar u verwacht dat de meeste mensen wel ergens anders langs de route gaan kijken nu? Nou, gezien de situatie is Kuik eigenlijk het zwaartepunt eigenlijk. En ook daar zijn minder lopers dan anders. Dus, maar daar zijn de activiteiten van gemeentewegen geconcentreerd. Dus als het goed is, zijn de meeste mensen daar. Een beetje sneu, Peter? Ja, het is wel een beetje sneu. Want je hebt natuurlijk met best veel mensen heb je gewerkt aan de binnenkomst van de 50 lopers en de 40 kilometer militairen. Ja, en dan is er toch een beetje de helft. Maar weet je, als je hier kijkt, iedereen heeft het naar de zin. Een paar biertjes erbij en dan is het ook heel gezellig. Lizet, in Gaven. Ja. Hoogtepunt van het jaar zou het moeten worden? Ja, één van de hoogtepunten van het jaar. Ja, helaas. Want we hebben natuurlijk veel minder bezoekers of lopers die voorbij komen. Wat waren de activiteiten of zou die zijn vandaag? We hadden op heel veel plekken live muziek. Die zijn er gelukkig wel gewoon allemaal. Dus de mensen die lopen, die verdienen natuurlijk alle aandacht die iedereen had kunnen krijgen. We hadden eigenlijk een leuke act in de Rochstraat. Maar omdat de militairen toch veel meer doorlopen en niet echt gaan stoppen hier, is die helaas geschrapt. We hadden een hele mooie straat. We hadden via Graviola in plaats van via Gladiola hadden we georganiseerd. Dus we hebben gisteren gezegd van we gaan het allemaal een beetje inperken en een beetje meer centreren hier op het stukje hoofdwacht. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom in Gaven. Ja. Bij Vief en u als ondernemer. Ja. Heeft het wat te betekenen dat er minder... Nou, ja, we zijn gewoon lekker open. We zijn er gewoon voor iedereen. En we zetten gewoon een feestje in Gaven neer. En we hopen natuurlijk alle lopers, als een keer door Gaven komen, dat ze denken, we gaan een keertje terug. Het was zo leuk hier. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Vanaf hoe laat staat je er al? Ik ben om 6:30 begonnen. En we verwachten in ieder geval dat dadelijk alle wandelaars toch wel tot een uur of 11. Ik ben in ieder geval tot 11 uur aan het draaien. In ieder geval tot 11 uur. Andere jaren ook? Ja, andere jaren ook inderdaad. Alleen dan is het natuurlijk veel meer mensenmassa. Dan moet je een beetje van de plukjes hebben. Maar het is wel echt hartstikke leuk in ieder geval. Ja. We maken er in Gaven uiteraard altijd weer een feestje van. Vertel, want hier staan een heleboel vlaggetjes. Er komen 6.500 militairen langs. Ja, hier staan alle deelnemende landen. We wisten natuurlijk niet dat alleen de militairen door zouden komen. Dus wij doen dit nu al 15 jaar en dan kijken we bij jullie op de website van de Vierdaagse. Welke landen doen er allemaal mee? En dan hebben we gewoon een lijst van de Vierdaagse. 84 geloof ik dat waren. Ja, ik zal eens kijken. En kijk, we pakken gewoon deze lijst. Ja. Nou, en dan zorgen we dat we in ieder geval alle tafelvlaggen hebben staan. Als een soort eerbetoon, hè, want als je ergens komt, kijk je toch naar je eigen vlag. Ja. Nou, en normaliter hebben we met name met als ze de niet-militaire lopers meelopen. Die denken van, leuk, als ik dan op de Via Gladiola ben, neem ik mijn provincievlag bijvoorbeeld mee. Ja, of mijn landenvlag. Nou, en... we hadden vorige keer iemand van Fiji. Ja. Nou, die hadden we ook, toevallig. Gaven, een feestje vandaag, maar iets kleiner feestje dan normaal. Kleiner als normaal, ja, dat klopt. Ja. Dus minder lopers, alleen militairen zonder bepakking. Dus dat is jammer. Ja. Ze hebben een hoop georganiseerd, maar
helaas op het allerlaatste moment gaat het meeste toch niet door. Nee. Wat betekent voor u dat als horeca? Ja, toch wel een kleine strop. Je verwacht toch een hoop mensen op de been te hebben. En het is zo een stuk minder. Dus dat is wel jammer. Zat u er al vroeg bij? Ja, om 6:55 was het hier. En was het toen dan een beetje druk hier? Nee, toen was het nog niet zo druk. Er waren dan nog weinig mensen, maar al gaande kwamen er steeds meer mensen binnen. Dus dat was heel erg leuk.